In dit filmpje ga ik je laten zien hoe je door middel van een elfje kan werken aan computational thinking. Laat kinderen eerst een eigen elfje maken. Dit kun je bijvoorbeeld doen in Pages en dan kun je er ook nog afbeeldingen bij zetten die passen bij het elfje. Wanneer je naar een elfje kijkt, zie je dat een elfje een vaste structuur heeft. Er zijn regels voor het schrijven van een elfje. Binnen computational thinking heb je ook algoritmes. En een van de aanbodstoelen is dat kinderen leren werken met een beslisboom. Wat is nou leuker dan je eigen beslisboom maken, zodat je kan checken of je elfje wat je geschreven hebt wel echt een elfje is? We gaan een beslisboom maken in Freeform. Ik werk daarvoor in splitscreen. Dat houdt in dat ik twee programma's naast elkaar heb staan. Links heb ik dan mijn elfje staan en rechts heb ik dan mijn freeformbord staan. Ik begin met de eerste vraag. Heeft het gedicht 11 woorden? Ik teken nu twee pootjes. Als het antwoord nee is, nee, dan is het sowieso geen elfje. Is het antwoord ja, dan is de volgende vraag: staat er op de eerste regel één woord? Dit is eigenlijk ook weer een vraag waarop je ja of nee kan gaan antwoorden. Is het antwoord nee, dan is het geen elfje. Is het antwoord ja, dan moet er een volgende vraag komen. Staan er op de tweede regel twee woorden? Is het antwoord nee, dan is het geen elfje. Is het antwoord ja, dan is de volgende vraag: staan er op de derde regel drie woorden? Ook hier kan ik weer takken van mijn boom tekenen. Is het antwoord nee, dan is het geen elfje. Is het antwoord ja, ja, dan is het: staan er op de vierde regel vier woorden? Ook dan kan ik weer tekenen. Een tak voor ja en een tak voor nee. De tak voor nee. Gereed. En de tak voor ja. Ja. Staat er op de laatste regel één woord, dat het gedicht samenvat, is het antwoord nee, dan is het geen elfje. Gereed. Is het antwoord ja? Dit is een elfje, want dit is de laatste regel binnen het schrijven van een elfje. Op deze manier kun je natuurlijk ook andere beslisbomen maken. En je kunt kinderen op een gegeven moment ook de opdracht geven om een beslisboom te maken, maar wel zo kort mogelijk.
Succes met het maken van de elfjes en jullie eigen beslisbomen.